Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag gaan we je 4 tips geven waardoor je de hele zomer geen last meer hebt van muggen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je even vragen je te abonneren op ons kanaal, zodat je zeker weet dat je altijd de handigste tip als eerste krijgt. Tip 1 is een muggenval. En dit mengsel gaat ervoor zorgen dat alle muggen daar naartoe getrokken worden. En dan verdrinken ze. Het is niet heel diervriendelijk, maar het werkt wel heel erg goed. Wat heb je hiervoor nodig? Een schaaltje, wat azijn en wat wasmiddel. Gewoon een dopje. Het is heel erg eenvoudig. Je doet namelijk gewoon de azijn in de schaal. Zo. Daarbij doe je 1 dop wasmiddel. En dit roer je dan door elkaar. En dit mengsel zorgt ervoor dat de muggen er naartoe worden getrokken. Dus zet dit ergens bij je vensterbank neer. Dan weet je zeker dat ze niet meer binnenkomen. En dan zijn we nu aangekomen bij tip 2. En dat is een anti-muggenspray. Hiervoor heb je pure alcohol nodig. Of vodka in ieder geval. Het alcoholpercentage moet boven de 40% liggen. En kruidnagel. En een spuitflesje. Het is de bedoeling dat je de alcohol in een spuitflesje gaat gieten. Ik weet niet precies of dit goed gaat lukken, maar dat gaan we zo zien. Vervolgens doe je kruidnagel erbij. Laat het liefst een aantal dagen staan. En op het moment dat je dan in je kamer spreekt, zullen de muggen wegblijven. Kijk maar eens mee. Oké, we hebben de alcohol. Kruidnagel erbij. Omdat het alcoholpercentage boven de 40% ligt, verdampt de alcohol en zal het dus niet vochtig en nat worden op je kamer. En kan je het rustig rondsprayen en zal je voor altijd verlost zijn van de muggen. Dan zijn we nu aangekomen bij tip 3. En deze heeft ook een bonus tip, want dit werkt niet alleen tegen muggen, maar ook tegen wespen. Wat je hiervoor nodig hebt is een citroen en wat kruidnagel. En het werkt als volgt. Je snijdt de citroen in tweeën. Zo, en als je dat hebt gedaan, dan prik je de kruidnagel erin. Dus vergeet al die stinkende chemische citronella kaarsen. Dit kan je veel beter op je tuintafel zetten. En zijn we nu aangekomen bij tip 4. En we gaan een muggenval maken. En het enige wat je hiervoor nodig hebt is een lege fles, plastic fles, lauwwarm water, een beetje gist. En bruine suiker. Het gaat als volgt. Je snijdt. Je snijdt de fles eerst door midden. Vervolgens ga je het warme water in het onderste gedeelte van de plastic flesje gieten. Op deze manier. Vervolgens doe je de bruine suiker erbij. Mag wel flink wat zijn. En dat ga je vervolgens mengen met de gist en dan ga je door elkaar roeren met een lepeltje. Maar ik kom er net achter dat ik geen lepeltje heb, dus die ga ik even pakken. Ik heb een lepeltje gepakt. Nu ga ik de gist erbij doen en dan gaan we het lekker door elkaar roeren. Hoeft niet heel veel gist te zijn trouwens. Gewoon doe wat je gevoel je zegt, zeg ik dan. Nee, gewoon een zakje. Gewoon een heel zakje gist erbij. En is tijd om te roeren. Waarom heb ik nou warm water gepakt? Je wil natuurlijk dat het suiker goed oplost in het water en de gist. Daar ook nog bij. Niet dat je straks zo'n vies laagje op de onderkant hebt liggen. Het ziet er ontzettend ranzig uit, maar de muggen vinden het heerlijk. Wat is nou precies de bedoeling? Je zet de fles er omgekeerd, zet je erin. Deze manier. Op het moment dat de muggen naar binnen gaan om het water op te nemen met het suiker, kunnen ze er vervolgens niet meer uit. Dus ja, daar heb je je eigen persoonlijke muggenval. Vond jij deze video nou handig en leuk? Geef ons een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!